Ik ben Nout Jansen, ben lid van het bestuur van Stichting Boshuur de Meren. Die heeft als doel om kinderen dus in het bos kennis te laten maken met het bos, met de natuur, leren op lerende wijze, dus zich te ontwikkelen richting natuur. Vandaag zijn we hier bij elkaar om bij Stichting Landhart samen de kunstroute te lopen. Nadat ze de kunstroute gelopen hebben, komen ze hier in het bos terug en dan gaan ze dus zelf dus een stukje kunstwerk maken met natuurlijke materialen hier in dit bos. Ik ben Thea. Mag ik jouw naam weten? Ik ben Marlet. Marlet, je hebt net de kunstroute gelopen. Kun je in een paar woorden vertellen hoe je dat vond? Ik vond het wel interessant, maar sommige dingen snapte je niet meer. Als de meester het uitlegde wel. En heeft er een bepaald stuk jouw extra aandacht van jou gevraagd? Ja, die met die zaag. Ik weet alleen niet hoe die heet. Want dat was dan teken van tegen bomen omkappen allemaal. Omzagen en zo. Okay. Dat vond ik wel mooi. En mag ik dezelfde vraag aan jou stellen? Ja. En jouw naam is? Gus. Gus, wat vond jij van de kunstroute? Ik vond het wel heel leuk, want je leert ook meer van kunst. Wat er allemaal, wat ze voor moeite daar allemaal voor doen en zo. En ook voor in de buitenwereld dat je een beetje rondloopt en zo. Als we het hebben over cultuureducatie, wat vind je dan van dit project? Nou, hier staat een enthousiaste wethouder gemeente Eersel, een enthousiaste Erik, hè, die dus zich hard heeft gemaakt voor dit project Landhart Wintelrij. Met name het aspect cultuureducatie, hè, dat is onlosmakelijk verbonden met het project. Nou, wat betekent dat? Nou, dat de kinderen in aanraking komen met kunst, duurzaam verbinden. Hè? Dus dat is ook een van de aspecten van de landaardroute. Maar dat kinderen dus in aanraking komen met kunst, dat er een voedingsbodem is voor de kinderen om hun creatieve talenten te laten ontwikkelen. En dat vind ik juist het mooie van de medewerking van alle vrijwilligers van de Boshuur ook. Wieke, jullie zijn al druk bezig en Cas, jullie zijn druk bezig al spulletjes bij elkaar te zoeken. Hebben jullie al enig idee wat je gaat maken daarvan? En zo ja, wat? Nou, we zijn van plan een zeehondje te maken en dan van die varens de staart te maken. En dit is de dikke buik en een gezichtje. En ze liggen in verbinding met elkaar. Okay. En eentje draagt een ooglapje. En Cas? Ja, eigenlijk een beetje hetzelfde. We zijn Mies de zeehond aan het maken en die is dan in verbinding met, geen idee wat zijn naam is, maar nog een zeehond. Baby Mies. Baby Mies. Ja. De naam moet nog verzonnen worden. Ja. Waardoor zijn jullie geïnspireerd? Wat heeft jullie aangesproken tijdens de kunstroute? Je had op een gegeven moment had je iets dat heet de pareltjes van Eersel, dat je van gemeente, nee, ja, wel gemeente Eersel. Ja. Had je allemaal soort van schilderijen aan de bomen hangen op een bepaald gebied met allemaal dan mooie plekken van gemeente Eersel. Dat vond ik wel heel leuk. En jij, Wieke? Er was een boom gemaakt van zagen en die vond ik wel heel cool, want dat geeft aan over het kappen van bomen. Dat je dat zo min mogelijk moet doen. Cas, jij gaat ook een kunstwerk maken? Ik ga proberen aan allemaal kanten ga ik zoiets zoals dit maken. En dan ga ik dan iets opbouwen. En dan kan ik een klein hutje maken misschien. Ook voor de kouters? Ja. Ook voor de kabouters? Ja. Ik sta hier bij Lize en Isa. En jullie zijn ook met een kunstwerk bezig. Wat gaat het worden? Het is een laddertje voor een kaboutertje. En misschien dat we nog meer maken. En waar heb je dat bedacht? Hoe hebben we dat bedacht? Dat is een goede vraag. Ja, ik weet het wel. Ik had zeg maar touw en dit eraan elkaar en dan leek op een laddertje en toen dachten we moeten meer maken. Laat maar even goed duidelijk aan de camera zien waar je mee bezig bent. Een laddertje. Dat is een laddertje. En waar heb je dat materiaal gevonden? Hier lagen die houtjes, daar. En de touw die hadden we hier ook al, dus ja. Je had de touw zelf meegenomen van school? Ja. En de takjes heb je hier gevonden? Ja, die liggen lager hier. En wat denk je? Zullen er veel kabouters gebruik van maken?
Ik denk het niet. Wauw. Jij doet hem ook... Kas vindt echt thuis. Als je toch naar PSV thuiswedstrijd moet je thuis zien. Ah, dan kan je naar boven. Ah, lekker mooi. Kijk, het zijn allemaal Rambo's. Ja, dat zijn allemaal thuis. Ja, seizoenkaart. Ik heb die vlinder nu gemaakt, maar we zijn wel op het idee gekomen dat we hier allemaal blaadjes zagen en die bamboe. En toen vonden we deze bloemetjes. En die veer was volgens mij het laatste bijgekomen. Dit is een hut met een triangel die werkt. En hier is ook nog een vlinder erop. En ik pas er zelfs in. Het lijkt wel een beetje op een kampvuur, maar dat is het dus niet. Nee, dat is een... je kan het wel in de brand zetten, alleen dat is denk ik zonde. Ja, maar dan stel ik me voor dat je daaronder een vuur maakt en dan hangt hier een ketel aan. Kan dat? Of heb ik dan te veel fantasie? Dat kan best, als we wat meer touwen doen, kan dat misschien best. Ja, ik heb een film, jongens. We mochten vandaag te gast zijn in de bosschuur in Winterree, waar we hebben kunnen zien waar de kinderen van de basisschool die de kunstroute hebben gelopen, geïnspireerd zijn geraakt door welke kunstwerken. Ze hebben zelf ook kunstwerken gemaakt en hiervan heeft u nu een resultaat kunnen zien. Hopelijk vond u het net zo leuk als dat wij dat vonden.